Oh my god. Een hele goede morgen. En oh my god. 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 Ik ga het jullie laten zien. Holy moly, guacamole. It's still snowing. I love it. Do you wanna build a snowman? It doesn't have to be a snowman. Oké. Bye. Oh my god, I like it. Kijk deze berg. Holy shit. I love it. Gefeliciteerd van mijn moeder. Oh, ja. Dankjewel. Gefeliciteerd van moesie. Ja, ik ga je niet filmen. Dank je. Je verjaardagscadeau is dat ik je niet ga filmen vandaag. Kijk hoe cool. Aan de ene kant wil ik niet naar buiten, want het is fucking koud. Aan de andere kant denk ik, oh my god, ik wil hierin duiken. Life decisions. Ik ga sowieso naar buiten vandaag. Ja. Yeah. Sneeuwpop maken. Snow is falling all around us. The children's playing and having fun. It's the season. Love and understanding. Merry Christmas to everyone. Hij zingt ook Every Day is Christmas, dus Every Day is Christmas. And we're gonna have a party tonight. Mijn moeder is jarig. I like it. Dit is het perfecte liedje voor vandaag. Laat even in de reacties weten of je van sneeuw houdt of niet. Als je niet van sneeuw houdt, leg uit hoe dat kan. Hoe dan? Wat een mooi paardje, zeg. Lekker in de sneeuw. Homer, heb je dekentje op? Het zit in mijn schoenen. Lekkere beerden. Oh, er komt een lawine. Of nee, toch niet. Echt zo mooi is het hier. I love it. En het sneeuwt nog steeds. Jeffrey en Eline in hun natuurlijke habitat. Ja, ja. Baking vegan caramel cake. Als je de Twix daar van laatst nog herinnert, be ready for part 2. Oeh. I know I am. Plantaardig met plantaardige boter. Oeh. Zo meteen jam, 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 jam. Dat moet je nog maar afwachten, hè? Ik hoop het. Okay. Vast wel. Ik hoop het ook. Wil jullie het recept ook weten? Abonneer dan even. Vergeet niet te vergeten. Dat zal ik doen. Niet vergeten, hè? Al die YouTubers vergeten dat altijd. Ik vergeet het wel heel vaak. De link. Ja. Van de vorige video. Maar al die YouTubers vergeten dat altijd. Dan ga ik naar beneden toe en dan is er. Ja, dat is het vergeten. Nee. Maar daar zijn de comments voor. Ik heb oplettende kijkers. Aha. Dat is wel zo. Aha. Hey, welkom bij de Schoonkinderen TV. Ik kijk altijd hierboven, niet hier. Oh, ja, eigenlijk. Ik ook best wel. Maar het zijn best wel heel veel mensen die kijken naar boven naar dat. Ja, toch? Daarom. Aan de ene kant is het handig naar beneden, om zodat je even niet meer kijkt. Shot te bepalen, maar aan de andere kant kijkt iedereen naar boven naar. Nee. Ja, het is zeg maar handig, maar het is niet handig. Je moet altijd in de lens kijken. Hey, alles goed? Wat gaat met jou nu? Door het hele vergeten door het schoonkindjesvlog was. Ja, dus het schoonkindjesvlog. De schoonkinder, ja, Eline bestaat niet meer. Maar hoe gaat het nou met jou? Ja. Hoe gaat het nou met jou? Ja? Goed met jou? Goed, ja. Interview. Goed. Hier. Ben jij al geïnterviewd? Wat? Ik wil zeggen, ben je al geabonneerd, maar ben je al een keer geïnterviewd? Nee. Oh, nou, eens moet de eerste keer zijn. Oh god. Nou, wat vind je van de sneeuw buiten? Ja, leuk. Oké, okay. En wat vind je van de taart die we gaan maken? Ja, echt exciting. Ben je benieuwd? Ja, ja sowieso. Sowieso, mijn onderkin. Moet wel even een cijfer geven zodra je dit eerste stukje op hebt. Oh ja. Wat voor, ja, dat moet wel gebeuren. Dat moet wel gebeuren. Oké. Nou, dankjewel voor het antwoord van mijn interview. Alsjeblieft. Welkom, ik ga dit was de Schoonkinderen TV vlog. Oh. Ah! Oh, oké. Okay. Hallo. Hallo. Gaat goed. Oké, okay, doei. Doei. Oh, goed zo. Maar we zijn hartstikke blij dat het gebeurt natuurlijk, want ze hebben de boel vanwege
Food, sla, avocado, tomaat en kruiden. En ik heb hier met vegan kaas. Wil dit? Oh, dit was echt adorable. We hebben de taart buiten neergezet, want hij moest in de kou. Dus ja, het is nu behoorlijk koud buiten. Dus ik dacht, where better to put the pie than outside? En toen hadden wij het idee, want we hadden door tijdschriften opgedaan. Maar die waaien natuurlijk weg. Dus we hadden stukjes hout. Maar Jeff had geen schoenen om naar buiten te gaan. Dus toen heeft Ollie die stukjes hout gebracht naar mij. Echt zo schattig was dat. En nu staat hier de taart met... Lekker in de kou. Lekker in de kou. Lekker afkoelen. Met tijdschriften erop. En, want we wilden het eerst met plasticfolie doen. Maar ik wilde natuurlijk geen plastic gebruiken. Dus nu heb ik tijdschriften gebruikt. En twee houtjes. Ja. Gebracht door Ollie. Ja. Currently eindstand. Kijk die bergen. Oké, ik vind het echt leuk. Ja. Nou, en het is officieel. Jeff en ik, al zouden we het willen, we kunnen niet eens meer naar huis. Nu heb ik mijn werklaptop meegenomen, dus morgen kan ik gewoon vanuit huis werken hier. Dus dat scheelt wel. Maar een filmdag zit er wellicht niet meer in deze week. Dus ja, dat is wel bizar. Even het besef ook dat we zouden volgend weekend zouden we naar vriendin gaan om spulletjes af te doen. En dat gaat dus gewoon misschien niet eens meer door. Ja, we blijven waarschijnlijk voorlopig hier. Ik vind het eigenlijk wel leuk. Want hier is open haard en het is lekker warm. En ik heb mijn werklaptop, dus ik kan gewoon doorwerken. En hier werken ze ook vanuit huis. Dus het is gewoon morgen waarschijnlijk een thuiswerkdag met z'n allen. Wel gek. Dus, maar goed. En er wordt hier allemaal lekker eten bereid. Goed leven wel. Kip wraps. Vegan kip wraps, yeah. En ik ga even mijn eigen knoflooksaus maken. Want dat laat ik liever over aan de chef. Yeah, vegan sauce is ready. Mocht je trouwens benieuwd zijn hoe ik die maak. Ik doe vegan yoghurt, majolein, een beetje sojasaus of maggi. En dan zout en peper en knoflook. En ik kreeg ook DM's van vragen voor recepten en zo. Mag je altijd vragen. En ik kan het ook wel in een vlog vertellen wat we allemaal maken, zeg maar, of wat we voor ingrediënten doen. Heb jij dat gedaan? We eten wel steeds gevarieerder, dus ik snap wel, als ik zelf een lekker gerecht zie, dan wil ik ook vaak weten hoe het maakt. Dus, hij lijkt je. Wat ben jij aan het doen? Op YouTube zitten. Oké, maar je zit toch op een stoel en niet op YouTube? Sorry, dit is niet zo. Waar is die dan? Yes! Zij leven lang, hoera, hoera. Zij leven lang, hoera, hoera. Zij leven lang, hoera, hoera. Lang zal ze leven, lang zal ze leven, lang zal ze leven. In de gloria, in de gloria, in de gloria. Hoera, hoera, mijn mooie mama! Hoera! Staat je goed, hoor, man? In één keer, hè? 54. Ja, niet te hard. Gaan even om de mensen. Corona-proef. Even wens. Gaat over die. Sorry. Daar. Ze gaat om een jongetje mensen. Volgens mij heeft wel een van die honden scheet. Oh, ja. Vegan Twix start we meet again. I like it. Nou, een hele goede morgen en welkom bij deze maandag. Ik vind het... Het clubje was niet helemaal open gegaan. Zo gek dat het maandag is en dat ik bij mama thuis werk. Goedemorgen. Kijk even. Het is nog steeds aan het sneeuwen. Kijk naar die stoelen. Kijk even die lichtstoel. Het lijkt net een kussen, maar het is gewoon een plakkaat. Er zat geen kussen op. Het eindigde hier. En kijk dat schattige. Ik vind het net een soort alsof er een kussentje op het krukje ligt. Dat is gewoon sneeuw. Fucking vet. Ja, ik vind dit wel heel tof hoor. Gewoon lekker ingezien. Kijk, ik weet niet of je het ziet, maar het is die sneeuwstormen gewoon. Oh my god. Ik vind het echt vet. We hebben hier echt team thuiswerk. Ik zit daar met mijn laptop erachter. En mijn broertje en zijn vriendinnetje zitten in een andere kamer. Mijn moeder en mijn stiefvader hebben gelukkig hun eigen studeerkamer. En ja, jij hebt eigenlijk waar? Je mist je gamekamer dan, denk ik. Jij kan lekker op de bank. Het is toch zo? Ja. Ik zit overal nergens. Ja, als je maar bij mij bent. Ja.
vind ik fijn. Is dat dak ook trouwens? Ja. Ja, Jess die zei gisteren dus ook. Je ziet gewoon bijna. Ja, op zich, nu zie je het wel. Maar soms als je op de bank lag met bepaald licht ook, zag je gewoon het verschil bijna niet tussen het dak en tussen de lucht. Echt. Wat doet Olly hier nou weer? Ah, zit Olly terug? Olly staat hier. Is dat Olly buiten? Ja. Oh, ik vind het zo leuk dat hij in de sneeuw ging spelen. Oh, dat kijk je zo. Oh, hier, kijk die bergen trouwens. Waar is Olly? Laat je ook naar buiten kijken. Kijk, achter de boom. Ik ga hem even roepen. Oh ja. Ah. Wat een boefje. Maar die komt lekker straks nat binnen. Oh, die zit lekker gele sneeuw te maken. Get that on tape. Wat vind jij ervan, Lansje? Geniet je een beetje van de sneeuw? Oh, zo'n lekker beest. Lekker naar buiten kijken. Schattig. Hihihi. Hola. Ik had net even mijn reacties gelezen onder mijn nieuwste video. At the moment is hij nieuw dan. Het klepje gaat niet helemaal open. Maar oké. Okay. Maar in ieder geval... kutgesprek met de kraamzorg en seksuele opdracht, die vlog zeg maar. En ik krijg echt zulke mooie reacties, sowieso ook op andere vlogs, maar ik wilde toch wel even stilstaan dat ik het zo tof vind wat voor mooie reacties ik krijg. En ook van heel veel mensen die ook al kinderen hebben of die ermee bezig zijn en ook over oordelen die er altijd maar spelen en zo vanuit de maatschappij. En ik vind het echt zo mooi en leuk ook om die reacties te lezen en zo. Ik vind het zo leuk dat ik zoveel kijkers heb die zeg maar echt... Ja, ik weet niet. Ik vind het gewoon heel inspirerend. En ook gewoon mooi dat er zoveel mensen natuurlijk... Of natuurlijk ook bezig zijn met een kinderwens. Of die al in vervulling hebben laten gaan. Of juist ook reacties van mensen die helemaal niet een kinderwens hebben. En dat is natuurlijk ook helemaal dikke prima. Ik ken ook mensen die... niet per se kinderen willen. En ik vind ook dat daar geen oordeel over moet zijn van... oh, alsof er dan iets mis met je is of zo. Ik vind het zo mooi en leuk om die reacties te krijgen. En ik word er ook helemaal blij van. En ja, ik vind het ook gewoon heel leuk eigenlijk dat er... Ik weet niet, maar het is toch weer even een realisatie van... oh ja, hoeveel mensen hun eigen story natuurlijk hiermee hebben. En ja... Ik vind het gewoon heel mooi dat gewoon überhaupt het hele kinderwens en of je nou wel of niet wil. Maar ik vind het gewoon mooi dat we met z'n allen dat... Ik krijg toch een soort van community gevoel en ik vind het gewoon heel erg leuk om al die reacties te lezen. En dat mensen ook zo meeleven en ook gewoon ja echt lief ook van oh joh, je hoeft je niet te verdedigen. En ik weet niet, soms is het ook gewoon wel lekker om te lezen dat mensen je wel snappen. Of dat mensen ook gewoon eerlijk toegeven van joh, ik had eerst ook een oordeel over je huis en... To be honest, ik zou dus zelf denk ik 3 jaar geleden, als ik nu een koppel zou zien wat zou leven zoals ik en Jeff in een klein huisje en met een kinderwens zeg maar, die aan het uitkomen is. Dan zou ik denk ik zelf ook een beetje zoiets hebben van, waar de fuck begin je aan? Want het is echt een klein huis en... Nou, ik weet niet, ik had vroeger ook zoiets van, ik wil eerst een huis kopen en een vaste baan en dan kinderen, zeg maar een beetje volgens het... maatschappelijk ideaal plaatje. En ik vind het gewoon wel heel erg tof dat mensen... en ook natuurlijk eerlijk toegeven als ze zo'n oordeel hadden. En, maar ook wel juist tof om te lezen van... oh joh, maar ik denk er nu anders over. Omdat jullie zo graag die kinderwens wilden en nog steeds willen. En zo blij zijn met die kleine. En ja, ik weet niet. Ik vind het gewoon echt heel tof om dat te lezen of zo. En ook gewoon... ja... Ik weet niet heel goed waar ik met mijn verhaal heen wil. Maar ik vind het gewoon heel erg leuk. De reacties. En ik word er heel blij van. En ik vind het echt heel leuk. En ik merk... Vroeger maakte ik natuurlijk ook YouTube video's. Maar dan ging het vaker over eten of zo. Meer oppervlakkige dingen of zo, zeg maar. Of nou ja, oppervlakkig. Ik had altijd wel een beetje over lifestyle. En ik vlogde ook gewoon over vegan en zo. Maar ik weet niet. Ik merk wel sinds de kinderwens dat ik ook een soort van... diepere reacties krijgen of die je meer aan het denken zetten. Dat, ik vind het zo leuk. En ik vind sowieso alles wat hiermee te maken heeft, vind ik zo leuk. En ik word er gewoon helemaal blij van. Dus bedankt in ieder geval. En ook überhaupt als je mijn vlogs kijkt en niet reageert. Maar ik vind het gewoon heel erg leuk. En ik merk gewoon dat, volgens mij kijken ook vaker dezelfde mensen de vlog, zeg maar. Dus dan dat je, zeg maar,
ja, gewoon het snapt. Er komen niet meer zoveel vragen bijvoorbeeld van, oh, gaan jullie niet verhuizen? Zeg maar, iedereen weet inmiddels wel hoe de situatie zit, denk ik. En dat, ik weet, ik vind het gewoon heel erg leuk. Ik vind het gewoon heel erg leuk dat we deze mooie reis aan het maken zijn naar de bevalling en alles toe. En dat, ja, dat jullie daar allemaal eigenlijk de reis aan het meemaken zijn met ons of zo. En dat vind ik gewoon heel erg leuk. Dus bedankt. Ik wil even delen dat ik daar heel blij over voel. En dat ik gewoon, ja, dat ik gewoon echt heel blij ben. En heel gelukkig mens ben eigenlijk. Ik ben heel blij dat het ons gegund is dat we zo'n klein wondertje hebben. En ik vind het ook echt bizar dat ik nu 31 weken zwanger ben. En dat over 9 maanden, als mijn vrouw niet besluit om eerder te komen, of later, dat ze er dan gewoon is. En dat ze hopelijk, als het aan mij ligt, nooit meer weggaat. Of nou ja, uiteindelijk gaat ze wel uit huis en zo, maar lijkt me gezond. Maar ja, ik weet niet. Het lijkt me gewoon zo leuk om dan zo'n klein frummeltje te hebben die gewoon altijd bij je is. Waar je dan, ja, ik ga er echt helemaal fijn knuffelen. Ik heb er nu al zin in. Dat arme kind, ik hoop dat ze van knuffelen houdt. Anders krijgt ze echt een probleem. En als ze niet van kusjes houdt en liefde, dan, wie houdt er nou niet van liefde, maar dan, ja, dan gaat ze het echt zwaar krijgen. Can't wait. En ik ben ook super blij met jou. Ik ben ook super blij met jou. Ja, zonder jou was mijn droom nooit uitgekomen. Nou ja, misschien met iemand anders, maar nooit deze baby. Nee, dit is een one of a kind. Ja, one of a kind. Ja, ik ben ook super blij met jou. Gelukkig maar. Ik kan niet wachten totdat de baby er is. Ja, ik en, ook. Ja. En meneer is druk aan het solliciteren, had ik gespot. Ja, ik ben eerst aan het solliciteren. Lekker bezig, schat. Ja, moet toch wat, hè? Moet toch wat? Moet toch wat? Ik ben een creatieveling. Als je me nog zoekt. Volgens mij is mijn vlog niet bedoeld voor jouw vacature-teksten. Als je mijn muziektracks nog niet hebt uitgecheckt, in die ene andere vlog staat een link, daar kan je op klikken. Kan je muziek van me kopen. Het zijn coole. Sorry, ik was even vergeten dat het Jeff's promotiemoment was. Nee, wacht even. Nog. Sorry, ik rijd door een tunnel. Oh my god. Volgens mij zie je het niet eens echt. Maar er is een sneeuwstorm going on. Niet normaal. Je ziet van de afstand, zie je steeds echt één dikke waas aan sneeuw voorbij komen gewoon. Je ziet het op camera niet eens. Ja, een beetje misschien. Met echt. En kijk deze prinses ondertussen heerlijk liggen. Echt. Als reïncarnatie echt bestaat. En ik kan als een dier terugkomen op de wereld. Laat me dan alsjeblieft in een volgend leven zijn zoals Lansie. Want die heeft echt het perfecte leven. Echt. Hoe ligt dit chill trouwens, dit harde mandje. Echt iedereen heeft respect voor haar. Ze chillt de hele dag. Ze kan gaan en staan waar ze wil. Ze kan eten wanneer ze wil. Want er liggen nog allemaal brokjes. Echt. Wat een heerlijk beest. Lijkt dit. Ik snap niet hoe dit comfortabel kan zijn, maar goed. Ondertussen worden we goed verwend met speculaasjes. En thee. Ja. Mocht je benieuwd zijn naar mijn sterrenbeeld. Ik ben een tweelingen. Lunchtijd, tomatensoep met zelfgemaakte knoflookboter, net in elkaar gedraaid, met Flora, vegan boter, en op toast van de broodjes, waar de korstjes af zijn van de sandwiches van gisteren, want niemand wil die broodjes meer hebben, dus ik dacht, ik offer me wel op, want zo ben ik. Om nom nom nom. Dat moment dat je kleine zusje je taart komt brengen, omdat ze eigenlijk stiekem zelf ook wilde, maar daar gaat het niet om. Nou, ik ben klaar met werken. Vandaag weer de eerste dag van de week. Ik heb begrepen dat ik in principe woensdag een filmdraaidag heb. Dus ik ben wel heel benieuwd, aangezien de treinen nog niet rijden, of we hier überhaupt wegkomen. En of dat überhaupt mogelijk is om woensdag al de weg op te gaan en zo. Of in ieder geval het OV in te gaan. Zonder dat we hopelijk te lang vertraagd zijn, want anders zit je ook weer met de avondklok en zo. Ja, dus ik ben heel benieuwd of dat woensdag een wordt met dit weer, aangezien het nog steeds sneeuwt. Maar ik vind het wel echt magisch gewoon eruit zien. Check even. Sowieso, de paardjes zijn er klaar mee, geloof ik. Die staan ook klaar bij het hek om opgehaald te worden. En
check deze berg. En dit super schattige roodborstje die echt al de hele dag hier keihard aan het chillen is. Want daarboven hangen dus zeg maar van die bollen. En dat vindt hij wel lekker. En hij zit ook steeds hier omheen zeg maar. Alsof hij toch aan het schuilen is. Nou, heb ik net ingezoomd. Waar ben je dan? Oh, hij kwam net tevoorschijn. Maar het is zo'n schattig gezicht. Want hij heeft zo'n rood borstje natuurlijk. Logisch met een rood borstje. Maar echt super schattig. Nou, was leuk hè, dag. En die paardjes die stonden eerst helemaal achter. Die kwamen toen hierheen galopperen. Maar ik denk dat ze nu worden gehaald. Ja. Check deze bergen ook. Niet normaal. Echt. Oh, Jeff is ook aan het helpen. Zo leuk. Jeff hield vroeger eigenlijk helemaal niet van paarden. Want die is ooit gebeten door een paard. En nu helpt hij altijd als paardenjongetje. Noem ik hem dan een schrapje. Helpt hij altijd met de paarden binnenzetten. Echt leuk. En ik ben vandaag nog niet buiten geweest. Maar het beviel me eigenlijk wel. Ik vond het wel lekker warm binnen. Oh, daar gaan ze. Oh, die kunnen volgens mij niet wachten om de warme stal in te gaan. Waar natuurlijk eten op ze wacht. Is die nou in zijn eentje? Oh nee. Ik zag even niet dat er iemand achterliep. Maar even, ben ik de enige die het zo bijzonder vindt dat er zoveel sneeuw ligt? Echt. Ik kan er uren naar blijven kijken. En gewoon het feit dat het al 2 dagen lang gewoon echt hard aan het sneeuwen is. As we speak ook. En dat het gewoon blijft liggen. Want meestal is het echt in Nederland als het sneeuwt. Dan blijft het 1 dag liggen of het blijft niet eens liggen. En nu is het echt heel veel. Ik had alleen eens gisteren geprobeerd of ik er sneeuwpot mee kon maken. Of überhaupt sneeuwballen. En dat lukte niet echt. Want het was een beetje van die poedersneeuw. Maar ik heb niet vandaag geprobeerd. Het zou natuurlijk wel kunnen als het meer vriest dat het dan hardere sneeuw wordt. Maar ik vind het echt heel vet. Ik vind eigenlijk dat ik vandaag nog even naar buiten moet. Gewoon puur voor het idee om nog even door de sneeuw te lopen. Of even dat geknisper te horen onder je voeten als je dan door de sneeuw loopt. Heel vet. Ik ben heet. Art liep langs mij en die zei heet. Ik wilde even een shout-out geven naar hoe blij ik ben met mijn moeder. Volgens mij zien we. Heb ik wel eens gezegd dat ik van je hou, man. Je hebt honger, hè, schat? Ja. Maar ik hou ook van je. Mama heeft vingersje gemaakt. En een normale sheet. En ze heeft een soort van spruitstamppot gemaakt. Gaat sowieso lekker zijn. Sowieso alles wat mijn moeder aanraakt, wij eten is lekker. En ze heeft vegan gehaktballen gemaakt. Het ziet er zo lekker uit. Ik ben echt intens gelukkig. En ik kan echt niet wachten om dit heerlijkheid allemaal op te kanen. Ik moet weg. Zo blij. Dit zijn echt de geluksmomentjes uit mijn leven. Elke dag weer. Avondeten is mijn favoriete maaltijd. Als mijn lunch ook vaak wel goed, hè? Een beste mama van de wereld. Ja! Ik hoop dat ik ooit net zo'n goede mama word. Als de mijne. En nu vindt ze me stom. Ga niet die shit in de zo. Moet ik voor jou opschrijven of doe je het zelf? Nee, maar ik doe het zelf wel gerne. Life is great. La 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 la. Dat is een vleesje, hè? Nee. Oeh. Hola. Wij hebben net Murder at First Sight gekeken. Ik kijk het via Videoland, dus eigenlijk had ik de aflevering al gezien. Maar het was op zich ook wel leuk om het op tv te zien. Al had ik eigenlijk de aflevering al gezien, maar hé, ik kan niet alles hebben. En nu ga ik lekker slapen. Vond het wel best geweest. Morgen weer een dag. Jut, bedankt voor het kijken als deze vlog te lang duurt. En anders tot morgen. Kijk lekker verder. Wordt vervolgd. Of niet. Of doei, of kijk lekker verder. Dat wil ik zeggen. Bye!